Hallo allemaal, in deze video ga ik je laten zien hoe je de oortjes maakt van Sjaan het schaap. We horen bij de baby slofjes van Sjaan. Wat we gaan doen, we gaan met naald nummer 2,5, sorry ik heb 3,5, 2,5, dat doen we trouwens ook met de oogjes. Gaan we een ketting haken van 10. 1. Nee, sorry, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan gaan we een vaste maken in de tweede steek vanaf de naald. Dat is dus even de camera wel even inzoomen. 1 en dan is het nummer 2. Dan gaan we in de volgende steek nog een vaste maken. En dan gaan we 3 halve stokjes haken. Eén. Twee. En dat is nummer 3. Dan gaan we 1 stokje haken. En dan gaan we weer 3 halve stokjes haken. 1. 2 en de laatste, dat is nummer 3. Dan hou je nog 2 steken over. Dan doe je in deze steek nog een vaste. En in de laatste steek doe je 3 vasten. Want dan gaat namelijk weer de bocht om. 1, 2. En dat is nummer 3. Je trekt het staartje weer aan. En je gaat weer 1 vaste haken. En dan ga je weer 3 halve stokjes haken. 1. 2, ik ga ook weer gelijk het draadje, dit staartje mee haken. En dat is nummer 3. Zit ik op de goede? Even kijken hoor. Ik zit door de camera te kijken. En dat is nummer 3. Dan ga je weer een stokje haken. Ja, en dan gaan we weer 3 halve stokjes haken. We moeten natuurlijk wel een beetje vorm in het oor krijgen. 1. 2. En dat is nummer 3. En dan gaan we weer 2 vasten haken. 1. En in de laatste 2. Wat we nu gaan doen, we gaan nu een halve vaste rondom haken. Dat ga je doen. Je pakt in feite een halve vaste in de eerste en je trekt hem door. En dat doe je bij dit gehele oor. Dus even kijken, dan pak je de volgende.
En dan ga je naar de volgende. Niet te strak. Dit is puur voor de afwerking en voor de stevigheid van het oortje. Lijkt een beetje mooier allemaal. Zo ga je rondom haken, overal, een halve vaste. Heel simpel. Zie je, dan krijg je een mooie rand op de oortjes. Of jullie het kunnen zien. Ik ga nog even door. En als je straks bij de laatste bent, haal je hem door met een halve vaste. En knip je gewoon de draad weer af. Ook aan de bovenkant gewoon doorhaken. Niet twee of drie in dezelfde. Maakt niet uit, gewoon doorgaan. Niet te strak. Even kijken, zit ik in de goede? Nee, ik moet deze hebben. Even voor de duidelijkheid. Hier straks gaan we hem vastnaaien in het hoofdje, maar dat is voor latere zorg. Dus helemaal aan het einde toe. Hier aan toe en dan zet je met een halve vaste hier vast en dan knip je de draad af. Veel succes!